Hallo allemaal, het is vandaag maandag 2 augustus 2021. Ik ben in de ochtend aan het koeien melken, laatste keer voordat we op vakantie gaan. We vertrekken vandaag naar de kust in Noord-Holland. Zodat ik nog even de laatste dingen goed op orde heb. Ik heb goede vervanging tijdens onze vakantie, hier in het melken en in de zorg voor de koeien. Dus daar kan ik met een gerust hart achterlaten. We hebben opnieuw veel regen gehad. Het is duidelijk, hier kunnen de koeien niet nog een dag in. Dus ga ik de koeien in een ander perceel doen. En dat heb ik hier gedaan. En dan breng ik ook drinkjesbakken naartoe. Die beur ik zo met de voorlader aan de Renault over de sloot heen. En de koeien maken er meteen dankbaar gebruik van. Je ziet de slootswal is zacht. Ik stond er even met de trekker en de voorbanden zakten dan zo wat weg in de veengrond. Hier bij de kalveren gaat alles goed. Nou, die kunnen hier deze week wel lopen. Gras genoeg. En ook de droge koeien hebben een nieuw stuk weide gekregen. In de stal laat ik alles netjes achter. Nou, dan ben ik wat het werk betreft klaar om te vertrekken. Fietsen, op de kar geladen. Nou, fijne vakantie. En daar gaan we, op weg naar de kust. We hebben op hetzelfde park als vorig jaar een prachtig vakantiehuisje. En we hebben aardappelen, boontjes en komkommer uit eigen tuin meegenomen. De gehaktballen en wasjes komen hier uit de supermarkt. En dat smaakte vertrouwd en als vanouds. Nou, volop fietsroutes hier in de Schorelse duinen. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. En volop ruimte om een fiets te parkeren. Dat zie je wel. Ondertussen ging thuis het melken goed. En ik kon zo op mijn telefoon meekijken welke koe wordt er op dit moment gemolken en hoeveel melk geeft die. Dat heb ik een paar keer gedaan. En toen vond ik het wel prima. Nou, badminton. Ja, dat was een aantal jaar geleden dat ik dat gedaan had. Dus we moesten nog wel eens de shuttle uit de heg plukken. Hier beklimmen we de hoogste duin van Schorel. Ik denk dat ik al met al wel een uur aan beeldmateriaal heb wat betreft video's en foto's. En daar maak ik een hele mooie montage van. Maar die houd ik privé. Ik deel wel wat met jullie. En kijk maar, nog een minuutje dan. Groetjes! Inmiddels zijn we weer thuis en wat hebben we een leuke vakantie gehad. Daar kijken we dankbaar op terug en blij dat alles op de boerderij goed gegaan is. En ook dit keer werd ik tijdens mijn vakantie weer herkend als boer Gerrit Vlocht. Zo kwam ik een jongen tegen, als ik het goed heb was zijn naam Klaas-Jan. Ik kwam me tegen bij een bezoekerscentrum en hij was met zijn moeder op vakantie en nog wat andere familieleden.
En deze jongen die woont ook op een boerderij. Maar zijn vader gaat niet mee op vakantie, want die laat de boerderij niet achter. En ik moest van die moeder maar eens extra laten horen in de vlog dat boeren ook op vakantie kunnen. Dus vader van deze jongen, probeer wat te regelen. Ga ook volgende keer met je gezin op vakantie. Het kan nu nog en het is zo mooi om te doen. En ja, daarom ben ik ook dubbel blij dat ik goede vervanging voor thuis had. En daarmee wil ik nogmaals onderstrepen dat het niet vanzelfsprekend is dat boeren op vakantie gaan. Want dat is best even een ding om je bedrijf zo achter te laten, je vee in andere handen te geven. Maar ik doe dat met een gerust hart. En daarom mijn vader en mijn melker bedankt dat jullie het mogelijk gemaakt hebben.